Wanneer moet je je zorgen maken of moet je met je dier naar de dierenarts als hij last heeft van diarreeklachten? Ik ga het je uitleggen. Diarree is eigenlijk een mechanisme van het lichaam om iets uit het lichaam te krijgen wat verkeerd gevallen is. Dat kan iets verkeerds gegeten zijn of het kan een maag-darminfectie of irritatie zijn. Nou, bij katten zien we natuurlijk dat ze last van haarballen kunnen hebben. Kunnen ze aan de voorkant eruit gooien, maar als het niet lukt, dan worden ze soms aan de achterkant ook eruit gespoeld. Dus dat kan wat diarreeklachten bij katten geven. Honden die snuffelen natuurlijk aan van alles. Sommige honden vreten ook wel eens wat van straat. Als dat verkeerd valt, dan is het ook een opruimreactie van het lichaam om dat eruit te spoelen door middel van diarree. Diarree is ook vaak zelflimiterend. Dat betekent dat het vanzelf eigenlijk oplost. Dus dat je er weinig aan hoeft te doen, dat je geen medicatie hoeft te geven en dat het vanzelf weer herstelt. En dan zijn een paar situaties waarbij je wel naar je dierenarts moet gaan als jouw hond of kat last van diarreeklachten heeft. En dat is als ze ook abnormaal gedrag vertonen, als ze het binnen niet meer op kunnen houden, dus dat er ongelukjes binnen gebeuren, of dat ze de bak bijvoorbeeld niet meer halen. Als de diarree echt waterdun is, dan vind ik het ook verstandig om je huisdier door je dierenarts te laten controleren. Als er bloed bij zit, als er ook gebraakt wordt, als die dieren niet eten of als ze heel veel persen, dat zijn allemaal complicaties. En dan vind ik diarreeklachten zorgelijk genoeg om je dier even goed te laten controleren door je dierenarts. Ik vind het ook verstandig om als baasje van een hond of kat diarreeremmers in huis te hebben. Die kan je gewoon online bestellen of bij je dierenwinkel kan je die kopen. Dat zijn middelen die voor huisdieren ontwikkeld zijn en die de ontlasting iets wat indikken. Gebruik nooit diarreeremmers voor mensen. Die werken niet bij dieren en die kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Norit moet je ook niet inzetten tegen diarree. Maar deze diarreeremmers in huis hebben, dat kan net even het verschil maken als jouw hond of kat wat last heeft, wat klachten heeft, dat je ze ondersteunt en dat het wat sneller herstelt. En als een van de situaties zich voordoet die ik net opgenoemd heb, dan vind ik het verstandig om je dier wel te laten controleren door je dierenarts. Niet zo'n fris onderwerp, wel goed om te weten en ook goed om te weten wat je kan doen en waar je op moet letten bij jouw hond of kat als ze deze klachten hebben.